Ik ben Jeroen van Hoezik van Pixenavy en in dit filmpje vertel ik wat je met je leveranciers moet regelen die verwerker zijn. Wat moet je met leveranciers regelen die verwerker zijn? Wanneer jouw organisatie persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, dan moet je als verantwoordelijke ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de AVG. De verwerker moet persoonsgegevens conform de wet en jouw instructies gebruiken. Als verantwoordelijke moet je er actief op toezien dat jouw verwerkers aan de verplichtingen uit de overeenkomst en de AVG voldoen. De AVG geeft aan dat dit geregeld moet worden door middel van een schriftelijke overeenkomst. Wat moet er in een verwerkersovereenkomst staan? Persoonsgegevens mogen door een verwerker alleen in opdracht en volgens de aanwijzingen van de verantwoordelijke, die zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst, worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst moet specifiek de verwerking door de verwerker omschrijven. Een verwerker mag de persoonsgegevens waar jullie verantwoordelijk voor zijn, dus niet op eigen initiatief voor een ander doel gaan verwerken. De verplichtingen moeten over en weer duidelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst. De belangrijkste 12 onderdelen die in een verwerkersovereenkomst geregeld moet worden, zijn dat 1. De verwerker mag alleen handelen in overeenstemming met de opdracht van de verantwoordelijke. 2. Dat de verwerker een register bijhoudt, tenzij een uitzondering zoals omschreven in artikel 30 lid 5 van toepassing is. 3. Dat de overeenkomst een geheimhoudingsplicht bevat voor de verwerker en zijn personeel. 4. Dat de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen neemt. 5. De verwerker een lijst met eventuele subverwerkers die zij gebruikt als bijlage heeft toegevoegd aan de overeenkomst. En dat aan deze subverwerkers dezelfde eisen worden gesteld als aan de verwerker zelf. 6. Dat de verwerker zonder toestemming van de verantwoordelijke geen andere subverwerkers mag inschakelen. 7. Dat de verwerker de verantwoordelijke onverwijld, bijvoorbeeld binnen 24 uur, op de hoogte stelt van een datalek. 8. Dat de verwerker verplicht is om mee te werken aan een verzoek van de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. 9. Dat de verwerker, als dat nodig is, een FG aanstelt. 10. Dat de verantwoordelijke auditrechten heeft om te kunnen controleren of de verwerker de afspraken naleeft. 11. Dat duidelijk is waar de gegevens ook bij eventuele subverwerkers opgeslagen worden. En 12. Dat er duidelijke afspraken zijn over wat er gebeurt met de gegevens na het aflopen van de overeenkomst. Krijgen jullie de gegevens terug of worden ze gewist? Nou, wat te doen? Organisaties moeten ervoor zorgen dat voor 25 mei 2018 er een verwerkersovereenkomst is gesloten met alle leveranciers die verwerker zijn. En dat deze voldoet aan de eisen van de AVG. Stap 1 is om in kaart te brengen welke leveranciers verwerker zijn. En stap 2 is om bestaande verwerkersovereenkomsten te controleren om te kijken of die aan de eisen uit de AVG voldoen. Als bepaalde verwerkersovereenkomsten nog niet aan de eisen uit de AVG voldoen, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk met de leverancier om tafel te gaan zitten om een nieuwe of aangepaste verwerkersovereenkomst te sluiten. Om meer te weten over wat een verantwoordelijke en wat een verwerker is, kun je onze blog Verantwoordelijke of Verwerker, wat ben ik en wat zijn mijn leveranciers lezen.